Dit is het verhaal van Woeste Willem. En Woeste Willem is een piraat, zo te zien. Ik ben benieuwd, jij ook? Aan de rand van het meer woont Woeste Willem. Willem is zeerover. Nou ja, eigenlijk was Willem zeerover, want hij is met pensioen. Een schip heeft hij ook niet meer. Hij woont nu in een huis wat hij zelf heeft gebouwd. Het is heel leuk bij Woeste Willem zijn huis, zie ik al hier. Dus dat gaan we eens even met elkaar bekijken. Er is een wild zwijn met babyzwijntjes en die wonen lekker in de hangmat. Hele mooie oude bomen. En hier is water, zie je. En hij heeft hier een soort stuk van een schip gemaakt met zo'n viking voorkant. Maar dat is eigenlijk gewoon de voordeur. En er hangt een scheepsbel. Er zit een mooie kraai hier. Hier zitten allemaal kleine muisjes. En een mol. En een piratenvlag. En Willem kijkt uit over het meer. Kijk, en hier zijn nog kleine egeltjes. En daar zit een konijn, alleen je ziet zijn oren alleen maar. Dus die zit verstopt achter de steen. Wat een ontzettend leuk huis. Woeste Willem is een echte brombeer. Oh, hij houdt helemaal niet van gezelschap. Iedereen die het waagt in de buurt van zijn huis te komen, die jaagt hij weg. En hij zwaait met zijn armen en hij roept, hoepel op, landrotte. Oh, dat is ook niet aardig. Kijk nou, hij zit ze allemaal weg te jagen. En ze zijn juist zo leuk, al die beestjes. Ik zou wel zoveel beestjes in de tuin willen. Allemaal zijn ze bang voor hem. Maar denk je dat hij dat erg vindt? Helemaal niet. Hij is net zo lief alleen. De hele dag zit hij in het kraaiennest boven in de boom en tuurt door zijn verrekijker. Hij heeft een kraaiennest gebouwd, zoals ook in een boot. Hè? Misschien is het wel een oud kraaiennest, dat kan ook. En daar is hij in gaan zitten. En heeft hij een vlag gehesen. Nou, daar zit hij dan op te uitkijken, te kijken naar ik weet niet wat. Als Willem op een avond zeeroverliedjes zit te spelen op zijn oude harmonica, hoort hij een raar geluid boven zijn hoofd. Hij rent naar buiten. Wat ziet hij daar? Er staat een jongetje op het dak vlak naast de schoorsteen. Alle haaien, wie ben jij nu weer? Kom als de bliksem naar beneden, roept Willem kwaad. Ik ben Frank, zegt het jongetje. En ik durf niet naar beneden, het is zo hoog. Onzin, je bent er ook op geklommen. Schiet op, kom eraf. Frank begint te huilen. Eerst zachtjes, maar dan steeds harder. Wat moet ik daar nou mee, denkt Willem. Dit is toch echt meer dan een zeerover verdragen kan. Nou, dus hij was met zijn harmonica, was hij liedjes aan het spelen. En toen hoorde hij wat. En toen ziet hij ineens hier dat kleine jongetje bovenop zijn huis. Oh, kijk, hier wonen ook twee vogeltjes. Kan je dat zien? Hier wonen ook twee vogeltjes bovenop. Nou, Willem die staat er met zijn handen in zijn zij van, ja, kom nou maar naar beneden met je gejammer. Er zit niets anders op. Willem moet naar boven. Hij neemt Frank onder zijn arm en zo glijden ze langs de regenpijp omlaag. Wat bent u sterk, zegt Frank. Zo sterk als een leeuw. Als een zeeleeuw, gromt Woeste Willem. Langs de regenpijp zijn ze zo naar beneden gegleden. Wilt u heel alsjeblieft ook nog mijn vlieger van het dak afhalen? Vraagt Frank. Hij ligt naast de schoorsteen. Hé, verdikkie, denkt Willem, dan kan ik weer dat dak op. Mopperend klimt hij naar boven. Daar ligt de vlieger, maar hij is helemaal kapot. Willem gooit hem naar beneden. Vangen, landrot! Met een sip gezicht bekijkt Frank zijn kapotte vlieger. En nu opgehoepeld, brult Willem. En Frank begint te rennen. Tot ziens, roept hij over zijn schouder. Alsjeblieft niet, mompelt Willem. Nou, die Willem is wel een brombeer inderdaad, zeg. Nou, dan gaat hij in de vlieger dus een beetje stuk. Dan gaat hij. En hij is helemaal sip, hè, Frank, dat zijn vlieger stuk is. Maar wat gek is dat. Voortaan ligt er telkens iets bij Willem op de stoep. Het zijn allemaal zelfgemaakte dingetjes. Iedere dag weer iets anders. Waar zou die rommel toch vandaan komen, denkt Willem.
tot hij op een dag een tekening vindt. Hé, dat is mooi. Maar dat ben ik. Nou snapt hij het opeens. Het zijn cadeautjes. En hij weet meteen van wie. Wacht eens even. Als ik nou eens... Ja, dat is een goed idee. En Willem begint in zijn spullen te rommelen. Stokken heb ik nodig. En dit oude laken. Hij is de hele dag druk bezig. Wat zal hij nou gaan maken? Hij vindt een touw en een knoop. Een klein bootje. En een geknutseld visje. En een geknutselde octopus. En een tekening van Woeste Willem met een jongetje. En dan weet Woeste Willem het. Weet jij het al? Van wie die cadeautjes zijn? En wat gaat Woeste Willem dan doen? Kijk, want hij heeft de cadeautjes ook zelfs opgehangen en neergezet. Ik denk, kijk, dit lijkt wel. Hij zal toch niet? Nee, hij zal toch niet? Ja hoor. Eindelijk is hij klaar. Hij doet de deur open en wie staat daar voor zijn neus? Frank. Nog net kan Willem de vlieger achter zijn rug frommelen. Raad eens wat ik heb. Geen flauw idee, zegt Frank. Een vlieger natuurlijk, dat zie je toch wel? Ja, maar hij heeft geen staart. Zonder staart doet hij het niet, zegt Frank. Stiekem had hij een vlieger gemaakt. Helemaal van laken en stokken. Zal hij toch niet zo'n brombeer zijn misschien? Oh ja, daar had ik niet aan gedacht, moet Willem toegeven. En hij krabt achter zijn oren. Wacht eens eventjes. Hij sleept zijn grote zeeroverkist naar buiten. Die is verschrikkelijk zwaar. En Frank helpt het deksel optillen en begint er nieuwsgierig in rond te rommelen. Wat is dat allemaal? Oh, van alles en nog wat allemaal toen ik nog zeerover was. Nou, gaan ze in de kist kijken of ze daar misschien wel iets kunnen vinden om een staart van een vlieger mee te maken. Willem pakt een vreemd puntig ding uit de kist. Weet jij wat dit is? Nou, Frank weet het natuurlijk niet. Dit is nou de tand van een vliegende zwaartandhaai. Ik zat eens een keer in een zware storm en toen vloog die haai dwars door het zeil. Hij kon niet meer heen of weer. Met heel veel moeite heb ik hem naar beneden kunnen krijgen. Hij was me zo dankbaar dat ik zijn tand kreeg. Die was trouwens toch al afgebroken. Kijk, nou vertelt Willem aan Frank. Kijk, hij laat het puntige ding zien. En daar is hij. Daar is het verhaal wat hij vertelt. Kijk, en die punt die was afgebroken van die grote haai. Nou, spannend verhaal zeg. En dit is het huisje van een piepklein zeemeerminnetje. Ik heb het van haar gekregen toen ze ging verhuizen. Frank vist iets groens en glibberigs uit de kist. En dit? Dat is de schoen van een waterman. Als die op bezoek was geweest, kon ik meteen het dek gaan zwabberen. Dan was mijn hele schip kletsnat. Ik zei altijd dat hij zich uit moest wringen voor hij aan boord kwam, maar hij vergat het steeds. Kijk, schelp, het huisje van een heel klein zeemeerminnetje. Had hij gekregen. Frank knijpt zijn neus dicht. Oh, wat stinkt die schoen. En deze fles, wat zit daarin? Dat is heel geheim, zegt Willem. Alleen zeerovers mogen dat weten. Jij niet, want jij bent een landrot. Ik ben geen landrot. Ik kan zwemmen, zegt Frank. Kijk, dat was de waterman. En dat is de schoen van de waterman. Die stinkt natuurlijk heel erg naar de zee. Goed dan, zegt Willem. Hij peutert een stuk papier uit de fles. Dit is een schatkaart. Ik heb de schat gevonden, maar hij werd bewaakt door een enorm zeemonster. Ik heb uren met dat beest gevochten. Hij had 7 armen. En iedere keer als ik er eentje los had, kwam er weer een andere. Eindelijk kon ik hem een paar goede klappen op zijn kop geven en toen droop hij af. Maar hij had wel mooi mijn schip vernield. Alles wat er van overbleef was dit stukje touw. Daar zullen we een staart van maken voor je vlieger. Nou, dan zit hij met Frank op schoot en hier vertelt hij over een zeemonster. Zie? Oh, dat is dat stukje ook nog van zijn schip, wat je op zijn huis ziet. Maar Frank heeft een veel beter plan.
Laten we jouw vlieger als zeil gebruiken. Dan bouwen we een nieuw schip. En we gaan naar het zeemeerminnetje en de waterman. En we vechten met het zeemonster. En dan pakken we de schat en... Nou, dat weet ik niet hoor, zegt Willem. Jij bent toch een landrot, hè? En landrotten worden heel gauw zeeziek. Ik niet, zegt Frank. Even thuis wat spullen halen. Ik ben zo weer terug. Nou zijn het haast een soort vrienden geworden, hè? Maar woeste Willem, misschien is die wel helemaal niet zo woest. Dat zou ook nog kunnen. Willem is helemaal in de war. Zenuwachtig loopt hij heen en weer. Daar komt Frank alweer terug. Hij heeft een rugzak bij zich. Zeg Frank, begint Willem, ik moet je iets vertellen. Nu even niet, zegt Frank, daar hebben we nu geen tijd voor. Er is nog een hele hoop te doen. Alle beesten die kijken van achter de boom naar woeste Willem, die ineens helemaal niet zo woest meer lijkt. Ze zagen, ze timmeren, ze sjorren en dan is het eindelijk zover. De mast kan erop. Maar Willem kijkt helemaal niet blij. Voel jij je niet lekker? Vraagt Frank. Ben jij soms zeeziek? Nee, zegt Willem zachtjes, er is iets veel ergers. Wat is er dan? Vertel op. Ik kan niet zwemmen. Is dat alles? Lacht Frank. Dat geeft toch niet? Maar als ik dan in het water val, dan is er nog niks aan de hand. Daar weet ik wel wat op. Kijk maar eens wat ik in mijn rugzak heb. Voor jou, want ik kan best al zonder. Nou, zullen we maar. Wat zal die in zijn rugzak hebben? Kijk, het vlot is gemaakt. En de vlieger als zeil. Dan woeste Willem. Een beetje treurig. Maar Frank die neemt hem mee. Dus kijk, hij heeft zijn ooglapje al om. Zijn piratenooglap. En hier zit nog een vogel. Kom, we gaan. En dan gaan ze. Op het vlot. En wat heeft woeste Willem om? Een zwemband. Nou, daar gaan ze. Piratenvlag. Dag huis. En hier is de waterman. Nou ja, wat is dat nou een leuk verhaal. Dus woeste Willem is helemaal niet zo woest meer. Nou ja, dat is ook wel fijn, hè? Ja. Afgelopen. Woeste Willem. Leuk verhaal. Tot de volgende keer maar weer.